Welkom weer bij een nieuwe Lunch & Learn. Leuk dat jullie de afgelopen week ook hebben gekeken. Woensdag hadden we het over pre-productie. En dan speciaal voor de redacteuren en producers gingen we het hebben over de technische facetten van het camera- en geluidswerk. Dat kun je terugkijken op onze site. Vandaag, moet ik zeggen, hebben we best wel een bijzondere gast. Althans, vind ik dan. Want ook door de coronacrisis liggen hele grote filmprojecten stil. Hij zelf zat niet stil en maakte vorige week een prachtige film van Amsterdam. We hebben het over niemand minder dan Rolf Dekens. Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk wel eens moeten doen. Je bent er vogelvrij, omdat er alles kan. Zo dichtbij en toch zo ver is Amsterdam. Want daar in Amsterdam ben jij zo ver van mij. Toch voel ik Amsterdam zo pijn. Dicht nabij. Nou, Rolf, super dat je er bent. Ik vind even een klein applausje voor het kleine comité wat hier is. Rolf, hey. Ik wil wel vast zeggen, ik denk dat het uur een beetje gaat uitlopen. Want we gingen net een beetje voorbereiden en heel veel vragen heb ik natuurlijk voor Rolf. En Rolf heeft ook echt superveel materiaal meegelopen, wat echt heel erg leuk is. Maar heel even over deze film, Rolf. Ja. Waarom heb je die film gemaakt? Nou, ik woon in Amsterdam Centrum en sinds de lockdown is het zo doodstil op straat dat ik dacht van ja, dit is een unieke situatie. Laat ik een paar vrienden bellen. Tarzan en Mark en Camelot heb ik gebeld. En ik vroeg van jongens, kan ik een camera lenen om dit vast te leggen? Want waar heb je het opgedraaid? Op een Arri LF. Oké. Chic. Die was beschikbaar, want het is rustig in de filmwereld. En met een slider en een zoomlens en nog een lange lens zijn we de stad in gegaan. Ja, want het is misschien best wel gekke tijd natuurlijk ook voor jou. Er zullen vast de grote projecten zijn afgelast. Ja, alles is afgelast en alles schuift 3-4 of langer 3-4 maanden op. Want heb je dit dan gedaan? Want je kan daar niet met een hele crew staan. Nee, dus ik ben op mijn motor. ik reed op mijn motor. En de skater Mark Kniphorst op zijn skateboard. En Tarzan, de Ajax-fan, met de fiets. Dus en zo bleven we 1,5 meter afstand van elkaar houden. En dat moest. We hadden ook politie op de set. Die kwam meteen kijken van wat is er aan de hand en wat zijn we aan het doen. Ik zei, we zijn het aan het filmen. Dus ik heb het wel verspreid over 5 ochtenden gefilmd. Tussen ochtend 6 en 9. Want om 9 uur is het gewoon weer druk op beeld. Dus, dit is echt gewoon uniek. Dit kan normaal gesproken echt totaal niet. Nee. Misschien is het leuk om even te kijken naar een stukje backstage materiaal van wat je daar hebt gedaan. Ja. Ik sta op de Dam. Het is 6 uur 's ochtends. Ik sta te wachten tot het licht wordt, want ik heb hier een Arri LF, large format, 4,5K scope. En we gaan Mark Kniphorst, die loopt hier. En die gaat eventjes door de stad skaten. We hebben tot 1 juni een lockdown. Dus dan gaan we eens eventjes hele vette lege shots draaien van de stad. Er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk wel eens moeten doen. Je bent er vogelvrij, omdat er alles kan. Zo dichtbij en toch zo ver is Amsterdam.
fantastisch, want jij legt alles echt altijd vast. En daar gaan we heel veel profijt nu van hebben. Want bijna van alle projecten die je hebt gedaan, heb je wel iets... Iets gedraaid. Klopt, ja. Ik vind het leuk om achter de schermen ook vast te leggen hoe we die producties draaien. Want er komt zoveel op je af op een draaidag dat het heel leuk is om terug te kijken. Voor jezelf en voor de crew bij de rapparty. En ook, ik vind het ook leuk om les te geven en dit soort dingen. Vind ja. Ik het leuk om materiaal te hebben, want ik ben er heel erg trots op. Ja. Dus, ja. Ja, want Rolf heeft heel veel projecten gedaan. Misschien is het leuk om even te kijken naar een aantal projecten die Rolf heeft gedaan. President Webb. Comes down to a will to win. There has been no more important criminal trial in all history. Jij zei tegen mij, dit is een showreel uit 2000. Dit is een showreel 2017. Dus als we hem nu zouden updaten, dan heb je nog meer dingen natuurlijk gedaan. Dan is het weer wat rijker. Maar wat wel leuk is, is dat wat we dan zometeen nog gaan kijken, is dan echt nieuw. Ja, precies. Ja. Want we gaan zometeen door een aantal projecten heen. Ja. En dan gaan we belichten wat je ook, de technische keuzes die je hebt gemaakt. De keuzes in de crew en de grootte van de sets. Ja. Maar om je even snel wat beter te leren kennen, heb ik wat van die gewetensvragen opgesteld. Oh jee. Waar je snel antwoord op moet geven. Dat wist ik niet. Ja. Oké, Arrie of Red? Arrie. Dolly of Slider? Dolly. Focuspoeler of zelffocus? Focuspoeler. Amerika of Nederland? Oeh. Nou, nu zeker Nederland. Want hier de regering is sowieso Nederland. Want als we hier Engelse films zouden maken, zou ik het land niet uitgaan. Nee. Tim Oliehoek of Diederik van Rooyen? Oh, dat staat er wel nergens. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, je vader of je moeder. Dat is gemeen, dat is gemeen. Dat is gemeen. Koffie of thee? Allebei een enorme plek in mijn hart. Ja. Voor altijd. Onvoorwaardelijk. Want je hebt met allebei ben je goed bevriend geraakt. Oké, maar daar komen we later nog op terug. Zeker. Een close shot of een wide shot? Nou, als je het production value hebt, doe je wel een wide shot. Ja. Ja, voor de bioscoop, wide, ja. Crane of jib? Crane. TV of film? Film. Ja, maar ik zeg tv of film, want het is wel begonnen bij tv ook, toch? Zeker, ja. Zeker. Ik kijk ook absoluut niet, ik kijk nergens op neer. Maar, want je moet gewoon je eigen droom najagen. En of dat nou film of televisie is, of een combinatie, hè. Want Netflix noem je ook tv, hè, streaming services. Maar filmische televisie draaien is ook nog steeds. Als je maar uitgedaagd wordt als cameraman. Ja. Dus, ja. Want hoe ben je die tv ingerold? Ik heb in 2001 ben ik afgestudeerd aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. Daar heb ik Tim Oliehoek ook leren kennen. En Tim was eigenlijk één. Ik werd op de Filmacademie niet zo heel serieus genomen, omdat ik vrij kinderlijk en enthousiast van aard ben of was of whatever. En Tim Oliehoek die heeft dat ook. Hij had meteen vertrouwen in mij en ik in hem. En wij zijn samen opgegroeid in het filmvak. En hij kreeg enorm grote kansen direct na onze opleiding en nam mij mee op zijn weg naar succes. Dus zo kan je het wel stellen. Ja, ja, we gaan zo nog even met Tim bellen, ook over projecten die je met hem gedaan. Ja, ja. Super. Die hebben we in de house. Oh, echt? Wat cool. Maar waar ik heel benieuwd naar ben, want ik ben zelf ook cameraman, ook voor televisie. Ja. Ben benieuwd wat je gedraaid hebt. Wat heb je gedraaid? Wat ik voor televisie heb voor gedraaid? Televisie. Ja, ik heb heel veel reisprogramma's gedaan. Ik ben met Maxime Hartman heb ik heel veel gedaan. File Achterwerk, veel voor de VPRO. Eigen Huis en Tuin heb ik nog gedaan. Ik heb van alles. My Best Friends met Lange Frans ben ik nog de wereld rondgegaan.
Fantastisch. Ja, dat zijn gewoon hele gave projecten. Ja, maar tijdens dat ik ook speelfilms draaide. Hè, want aan het begin van mijn carrière kon ik... Ja, dat deed ik 1 speelfilm in de 3 jaar. Dan kan je jezelf wel filmmaker noemen. Maar uiteindelijk ben je ook ondernemer. En moet je gewoon aan de bak blijven. En door het veel te doen en veel ervaring op te doen... En ontwikkel je ook social skills en leer je mensen kennen. En vergeet niet dat iemand die op zijn 23ste misschien een low-budget televisie maakt... is op zijn 30ste een succesvol filmmaker. Want iedereen heeft heel veel passie en energie. En eindeloos investeren oprecht en geïnteresseerd in mensen... Ja, dat brengt je gewoon heel ver. En iedereen ziet het ook. Dus ja. Wat is volgens jou dan het grootste verschil tussen film en tv? Voor jou, hè? Wat bij speelfilms bijvoorbeeld heb je meer mogelijkheden en meer attentie voor details. Waardoor je mooiere producties kan maken. Je hebt gewoon meer tijd eigenlijk. Je hebt zeg maar 40 dagen voor een film van 1,5 uur. Ja. In plaats van 40 minuten voor een programma van 40 minuten. Ja. Wat vind je dan van dat die werelden technisch, zeg maar, die komen best wel samen. Ja. TV en film, die camera's. Kijk, Arri, daar draaien we ook dingen op. Klopt. Het hele programma wordt nu hier op F5 gedraaid. Daar draaien we ook op. En ja, snap je? En in film ook. Dus hoe vind je dat technisch samenkomt? Ja, dat is fantastisch. Kijk, vroeger, als je een speelfilm draaide, moest je op 35 mm film draaien om hem in de bioscoop uit te kunnen brengen. Dat het überhaupt fatsoenlijk was om het toonbaar te maken. Nu kan je een camera voor €10.000 hebben en daar bioscoopkwaliteit mee draaien, 4K of whatever. Dus dat is te gek. Dat is, in die zin is het makkelijker geworden om technisch hoog genoeg af te leveren voor de bioscoop. De concurrentie is daardoor wel groter geworden, omdat meer mensen technisch de apparatuur in huis hebben om high-end tv te maken. Maar inhoudelijk is het nog net zo moeilijk als 100 jaar geleden om een goede film te maken of een goed verhaal te vertellen.